we dan het gevoel hebben dat we iets missen. Me and my mom life. Het is nu eenmaal zo. Als jullie mijn verhaaltje laten staan, dan zijn jullie het gewoon niet waard. Het is woensdag en we beginnen de dag met een ratslag van Bart. Nee, ik ga het doen. Nee, dan doe ik het wel. Nee, Yola, jij hebt last. Ga eens opzij. Ja, jij bent geblesseerd. We weten niet wat ze heeft, maar hier is ze pijn. Oh, hier. Hier. Dus even een dagje rustig aan. Oh, die is nog niet hoor. Die heb je pas. Ja, die heb je. Ja, die heb je laten zien. Heel leuk. Zootjes ook Jax kan eindelijk weer lachen. Hij voelt zich weer lekker. Dit is echt een jas voor mij. P.I.M.P. Bart. P.I.M.P. Bart. Zo, hallo. Een goede moeder. Zo, hallo. Goedemiddag. Het is alweer middag. Yola is alweer terug van school. Was een beetje laat met vloggen. Want ik had allerlei problemen met mijn editprogramma. En daarom kwam ik niet aan vloggen toe. Maar we hebben een grote lol hier. Jax is lekker aan het spelen met zijn favoriete speelgoed. Namelijk zijn Maxi Cozy. Hello Jax. En Jax is sinds 2 dagen weer heerlijk aan het lachen. Ben je weer zo lekker vrolijk? Chocomel in the making. En Yola die zou een video gaan opnemen over haar topmodelspullen, maar ze weet nog niet zeker of ze het gaat doen. Nee. Zo, nou eten voor Jax aan het maken en hopelijk gaat het lukken. Dus het gaat wel beter met hem zelf, maar het slapen overdag is echt een drama. Hij slaapt dan af en toe even een half uurtje en dan schrikt hij weer wakker. Maar je merkt gewoon dat hij hartstikke moe is nu. Dus dat wordt weer uitzingen tot hij naar bed gaat. Dus dat wordt weer 's avonds werken vandaag. Ik heb wel eindelijk te horen gekregen van de opvang dat hij vanaf 1 jaar, dus per 1 april, dat hij terecht kan. Dat is wel fijn om als vooruitzicht te hebben. Dan gaat hij 1 keer in de week. Zo, cooking time. Ik ben even worteltjes aan het koken. En dan ga ik dat met deze vegetarische burgers doen. Deze, broccoli en zilvervliesrijst in the making. Ik doe dat wel vaker. Ik snij dan gewoon die burgers in kleine stukjes. Want die vinden wij heel erg lekker allemaal. Blijkt wel weer hoe erg de aanhouder wint. Want Jax wilde vandaag echt niet slapen. Hij bleef maar huilen. Echt super zielig, super irritant. Ik werd gewoon bijna depressief van, zo erg voelde ik me. Op een gegeven moment echt na een uur bij zijn bedje zitten, zelfs een flesje gegeven. Troosten, oppakken, terugleggen, speetje hier, speetje daar. Je kent het allemaal wel. Gooide ik echt de handdoek in de ring en zei ik tegen Bart, ik ga naar beneden, ik trek het niet meer. En toen viel die in slaap. Dus nu voel ik het weer even van me afglijden. Maar ik had echt zoiets van, veeg mij maar op. Vanmiddag zou er ook nog een borrel zijn waar ik heen zou gaan. Ik voel me gewoon niet echt in de stemming voor zulke dingen. Morgen gaan we lekker naar Centerparks. Ik heb daar zoveel zin in. Gewoon even een weekendje weer de deur uit. Even een beetje de natuur in. De sleur uit.
En dat is ook wel goed even voor het slapen van Jax. Want dan laat ik het in ieder geval even los. Dat je echt op die vaste tijden moet slapen. En dat doet mij altijd heel erg goed. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Dat zien jullie in de vlog van vrijdag. Dat we daarheen gaan. En morgen komt er ook nog een extra videootje online. Dus morgen ook weer wat om naar te kijken. Dan weet je dat vast. Jax wordt een engineer later. Alles zo goed aan het ontdekken hoe het werkt. Iedereen vindt dat natuurlijk van zijn eigen kind, maar hij doet het gewoon super echt veel. Een wieltje. Dat is leuk. Super interessant, hè? Een vaatwasser, dat ken jij natuurlijk helemaal niet. Wow, hij heeft ook nog een bovenste la. Als ik naar die borrel toe ga, dan moet ik dus ook helemaal uit deze trui komen. Oh, je begint nu wel te twijfelen weer. Ja, toch maar weer wel. Nu dat het weer wat beter gaat met Jax, dan denk ik weer van, nou, het kan misschien toch wel. Ja, je wordt er in ieder geval wijzer. Ja, nou, als ik weer met tegenzin ga en het wordt bewezen, het tegendeel wordt bewezen. Hoe bedoel ik? Lekker vaag allemaal dit weer. In ieder geval. Heel goed. Je hebt geen idee tegen wie je moet gaan praten. Dat is juist goed voor je ontwikkeling, schat. Ja, maar ik heb dat al zo vaak gedaan en ik word er gewoon zo moe van. En de laatste paar keren ben ik er gewoon echt met een rotgevoel weggegaan. En ook gewoon weggegaan, omdat ik gewoon, ja, niemand tegen mij ging praten gewoon. Ja, dan moet je dat inderdaad niet doen. Dat zijn die mensen die het waard had. Mensen, als jullie dit horen, als jullie mijn vraagje laten staan, dan zijn jullie het gewoon niet waard. Nee, ze kijken mijn video's niet, zulke mensen. Nee, nou, dan mijn volgers zijn niet zo. Ik weet dat jullie dan niet waard. Bam. Ja, maar het kan ook zijn dat je juist hele leuke mensen tegenkomt en dat je denkt van, gelukkig dat ik ben gegaan en wat leuk om eindelijk weer even eruit te zijn en onder de mensen te zijn. Ja, that's the spirit. Hou die gedachten vast. Maar ja, dan moet ik weer helemaal mijn haar is helemaal viezig. Oh ja, trouwens, ben je helemaal alleen thuis? Let op, dit wilde ik nog heel even vertellen. Ik had dus droog shampoo in mijn haar gedaan, dacht, ja, dat werkt. Dat doe ik altijd. En ik heb ook altijd deze van dit merk. Van de Action. Maar dan had ik per ongeluk gekocht Invisible Dry Shampoo en conditioner. Nou, daar wordt je haar dus alleen maar vetter van. Dus nu heb ik hier een vet zootje wat ik weer moet gaan wassen. Waar ik eigenlijk gewoon helemaal geen zin in heb. Even over het sneeuwpad. Lekker door de sneeuw op mijn moonboots. Och. Ik heb me even een beetje vergist in dat lopen, want oké, boodschappen vallen uit de wagen. Want voor Jax weet ik het allemaal wel goed, hoe die ingepakt moet worden. Maar ik heb dus geen muts op gedaan. En dan krijg ik echt knetter. Ah, oh, hij vindt het wel lekker. Mooi hè? En dan krijg ik echt knetter koppijn. Niet normaal. Oeh. Waar zijn de eentjes nou? Normaal zijn de eentjes er, hè? En de eentjes zijn er nog niet. We hebben ook geen brood bij ons. Hoi. Hallo. Peppe, hoe gaat het met jou? Gaat het met jou? Beter, hè? Gaat beter, hè? Dat is fijn. Dan kunnen we naar Centerparks morgen. We hebben alleen geen zwembroek. We moeten een zwembroek kopen voor Jax. Ja! Jax, wat ben je nou weer in je mond aan het stoppen? Hé, hey Jax. Niet doen. Nee, straks val je. Is niet goed, joh. Jax. Nee, joh. Mama. Ja. Eén? Nee. Jax, nee. Jax. Nee, Jax. Nee, Jax. Jax. Nu weg, dat is eng. Dat is eng. Nee. Ba. Ba en eng. Ja. Hoi.
Nou jongens, ik heb mijn beslissing genomen. Ik ga gewoon even niet naar de borrel vandaag. Weet je wat het is? Zowel Bart als ik hebben daar last van. Wij vinden het best wel moeilijk om nee te zeggen tegen dingen. Omdat we dan het gevoel hebben dat we iets missen. Als ik ergens uitgenodigd word, dan heb ik zoiets van ja, maar dan mis ik misschien wat. En I don't know waarom, maar het slaat helemaal nergens op. Ik ga dit keer gewoon even kiezen voor me and my mom life. Het is nu eenmaal zo. Jax is niet, ja, nog steeds, ja, hij is wel beter. Maar ik ben gewoon niet echt helemaal fit. Het is -2. Weet je, ik wil gewoon even mezelf voorbereiden op dit weekendje Centerparks. En anders wordt het weer misschien drinken en later en suffig naar bed gaan, lastiger opstaan. Nee, we doen het niet. We gaan gewoon family life dingen doen. Ja, ha. Ik ken deze nog. Heb ik even gehaald bij de Noppersnet. Super schattig toch, jeugdsentiment. En zwembroekjes, let op. Ik had er eentje nodig, ik heb er. En een turnpakje voor Jol. Grappig hè? Het is heel erg leuk. En ik hoef vandaag niet moeilijk te doen met afleidingsmanoeuvres om te laten eten. Want hij heeft gewoon bijna al zijn eten al op. Top speelgoed dit. No worries, ik heb het schoongemaakt hoor. Van tevoren afgewassen. Het is een super nadeel van een draagdoek omdoen wanneer je met de auto bent. In de winter, want het is zeg maar handiger wanneer die onder je jas zit. Maar dan moet je dus wel je jas uitdoen. Oh. Oké, jas weer aan. Oké. Dat is leuk, hè? Gaan kijken. Even kijken. Daar is Jola. Hallo. Hallo. Kitty kitty kitty. Bart heeft helemaal netjes en gezellig gemaakt. Ja, dat zwembroekje. Het schattig. Ja. Voor mij gehaald. Ja. Het is nou, stress. Net aan. Het is stress. En mijn luier kan er ook in. Zo. We hebben officieel niks meer om te kijken. En nu hebben we ook weer een discussie omdat ik naar boven wil. En Bart wil beneden nog een hele film gaan kijken. Het is 9 uur. Het is 9 uur. Ik ga niet slapen. Ik moet nog allemaal dingen klaarleggen voor morgen. Ik ga niet in bed liggen. Ik heb al een paar keer gezegd. Ik moet nog allemaal dingen klaarleggen. Dat kan ik morgen niet doen, want dan zit ik met Jax beneden. Hoe laat wil je dan naar slaap komen? Over een half uurtje, om 9:30. Ja, en dan ga ik nog een serietje kijken en dan ga ik om 10:30 slapen. Dat is helemaal niet zo gek. Zeker niet als je elke freaking dag om 5:30, 6 uur moet opstaan. Laten we een filmpje kijken. Nee, ik ga niet nog een film kijken beneden om 9 uur. Nee. 9 tot 10:30. Nee. Om die spullen te klaar te leggen, gaan we 11 in de bed. Nee, ik vind dat te laat. Ik ben nu al hartstikke kapot. Blijf jij lekker daar in het donkere hol? Als ik in dat hol daar ga liggen, dan lig ik net zo snel te slapen. Ik ga in het donkere hol liggen. Ja, ja, vast. Nou, doei Bart. Leuke kus. Kijken, zie je in de spiegel hoor. Super bedankt voor het kijken allemaal. En oh ja, ik sliep pas heel laat. Rock that joint.